ben net wakker. Ik ga nu even snel douchen. Deze hoofd fixen. En dan ga ik er gewoon door. Ik ben vandaag dus echt schrijnig wakker geworden. Ten eerste mijn SD-kaartje was kapot voor de camera. Mijn vorige camera is kapot. En ik vind deze echt gewoon sukkel. Dus ik ga zo naar de mediamarkt. En ik kon mijn bril vanochtend niet vinden. Ik kan hem nog steeds niet vinden. Ik ben ook vandaag heel schrijnig. Ja hoor. Found my glasses. Yay! Goedemorgen. Ik was vanochtend echt zo chagrijnig, jongen. Echt zo chagrijnig. Ik kon mijn bril niet vinden. En ik had gewoon echt geen zin om mijn lenzen in te doen. Dat is één. Twee, mijn SD-kaartje was kapot, waardoor ik niet kon vloggen gelijk. Drie, mijn camera was al kapot en ik irriteerde me aan deze camera. Dus toen had ik echt met mezelf afgesproken dat ik echt vandaag langs de Mediamarkt zou gaan. Om te laten fixen, want ik mis me echt... Ik mis mijn oude camera echt zo erg. Die was echt zo veel beter. Kwalitatief was die echt veel beter, geloof mij. Dus die ga ik zo lekker naar Mediamarkt brengen. En ik heb vandaag trouwens mijn Britney shirtje aan. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik had hem dus gekocht bij het concert. Ik kon hem echt niet laten staan. Maar ik kon echt niet kiezen welke shirt ik wou. Dit is hem uiteindelijk geworden. Echt cute. Ik ben er echt blij mee. Ik wou toen net vertrekken. En toen zag ik de PostNL bezorger voor mijn deur staan. En ik zag dit tasje in zijn hand. Toen dacht ik, oh mijn god, die is voor mij. Dus ik ben meteen naar hem afgestapt. Toen zei ik, pakketjes denk ik van mij. Hij zei ja. Nog een paar dingen besteld van Chicwell voor mijn vakantie. Want ik heb begin september een girls trip. En eind september ga ik met Nessie eindelijk een keer weg. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Maar ik ga het pakketje straks voor jullie uitpakken. En laat ik jullie allemaal zien wat ik heb besteld. En ik ga nu een broodje tonijn eten. Ik vind deze echt super lekker. Ik ben net aangekomen bij Mediamarkt. Ik ben echt kotsmisselijk door die tonijnbroodjes. Ik ben echt zo misselijk geworden. Dat heb ik nog nooit gehad. Ik vond altijd die broodjes juist wel lekker. Maar ik voel me echt een beetje... Oh, nu. In ieder geval, ik ga mijn camera pakken en ik ga dit laten fixen. Jongens, ik wil echt niet zeiken, maar ik haat Mediamarkt echt zwaar. Ik haat ze echt. Ik ga niet zeiken. En ik blijf positief. Ik heb echt geen zin om nu zo chagrijnig te worden. Oké, ik ga mezelf nu gewoon lekker trakteren op een gezond sapje. Daar heb ik echt zin in. Hey guys, ik heb een lekkere sapje voor mezelf gekocht. Een groene smoothie met spinazie en bananen. Oké, ik ben net thuis. Ik zweef me dood. Het is nog eens heel erg benauwd buiten. Het maakt niet uit dat de zon niet meer schijnt of wat dan ook. Het is gewoon nog heel erg benauwd. Ik was dus weer benaderd door Chicwell om een paar dingen uit te kiezen. En toen dacht ik, ja, ik ga lekker op vakantie. Ik heb eigenlijk wel vakantiedingetjes nodig. Dus ik had een hele waslijst naar hun opgestuurd wat ik eventueel zou willen. En ze hebben daar vier dingetjes van gekozen, zie ik. Dus ik ga je laten zien wat ik heb gekregen. Ah, ik heb die spijkerrok gekregen die ik heel graag wou. Hier ben ik echt zo blij mee. Serieus. Ik vond deze zo leuk. Oh, hij is wel heel lang in het echt. Jeetje, die modellen zijn natuurlijk een beetje lang vergeleken met mij. Kijk, ik kan hem zo dicht doen. Het ziet er nu heel apart uit. Maar dit is de eerste rok. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ze hebben me die stipjesjurk opgestuurd. Dit is echt zo'n vakantiejurk. Oh, deze stof is echt zo fijn. Het is een linnen jurkje. Het is toch echt ideaal voor vakantie. Oh, deze is zo leuk. Hij voelt heerlijk aan in het echt. Oh, ik zie mezelf echt al hiermee lopen. Dat vind ik echt leuk. Zo cute. En, oh. Een linnen rokje ook voor vakantie. Ik heb even iets andere dingen besteld dan wat ik eigenlijk normaal zou dragen. Want ik denk van, ja, je moet ook een beetje gek doen. Je moet op vakantie andere dingetjes dragen. Je moet niet allemaal van die strakke dingetjes dragen. Kijk, ik heb zo'n rokje besteld. Ik vond hem zo cute. Ik weet niet hoe je gaat staan bij mij. Maar
Ik weet niet, op deze site zag hij er echt heel erg leuk uit. En hij voelt ook heel erg fijn aan. Stof is echt super fijn. Dit is het derde item. En een laatste item. Oh, volgens mij is het een short. Ah, ze hebben me één jurkje, twee rokjes en één short opgestuurd. Dat is niet zo heel handig, want daar heb ik nu helemaal geen bovenstukjes. En dit is het short dat ik heb uitgekozen. Hij is een beetje stretch, niet heel erg. Hij is echt cute. Ik ga hem zo passen om te kijken of die mooi staat. Maar hij leek me echt heel erg leuk. Met een wit blouseje erboven of een wit topje. Ik heb hem aangekregen. Ik weet alleen niet of ik hem nou heel erg mooi vind zitten. Ik lig inmiddels in mijn bed. Ik ben vet moe. Ik heb lopen schoonmaken en de vaat gedaan en zo. En ik ben helemaal op. Dus ik ben lekker in mijn bedje nu. De batterij is bijna leeg. Dus die ga ik opladen. Ik heb water gepakt. Met framboosjes. Mijn favoriete. En nootjes. Met cranberry mix. Super gezond. Ga ik nu even eten. Ik ga in bed liggen en ik ga even vlogs kijken voor een uurtje. Daarna moet ik me snel klaarmaken. Ik heb trouwens ook de ventilator aangedaan, want ik heb het echt zo benauwd. Ga ik me even snel klaarmaken en fatsoeneren. En gaan we richting België naar familie. Want vandaag is het offerfeest. Dus dat is wel gezellig. Daarna vind ik dat wel interessant, hè? Eten. Oh, goedemorgen. Mijn halve lip is er nog op. Mijn liplijn is eraf gestuk. Zo, focus. Ik heb gewoon met mijn make-up geslapen met mijn sieraden. Super dom. Maar ik ga me nu even snel klaarmaken. Want Nessim is er met een half uurtje. Even snel kijken wat ik aan ga doen. Ik zat eraan te denken om een simpel zwart jurkje of zo aan te doen. Moet ik die wel hebben? Ik kwam deze jurk tegen in de kledingkast. Helemaal nieuw. Ik heb net de kaartjes eraf gehaald. Die vindt Dinar heel erg interessant. Hé, hey, Doedoe. Ja, hè? Leuk, hè? Maar ik vond deze eigenlijk best wel leuk. Ja. En ik heb er ook nieuwe hakken bij die ik nog nooit heb gedragen. Dus het leek me echt een leuke match. Maar ik heb hem nog niet gepast. Dus ik ga dat nu doen. Oké, zo ziet het jurk eruit. Hij slangt me wel echt heel erg af. Alleen daarom wil ik hem al aandoen. Gastuk. Ik wou er dus deze schoenen bij doen van de Primark. En jongens, ik heb deze ook in zwart gekocht. Deze kost 12 euro en ze zitten zo erg fijn. En besef, ik heb echt brede voeten, hè. Maar deze zijn echt een aanrader. Ik heb trouwens hier maat 37 van. En normaal gesproken heb ik een maat 36. Maar deze wil ik graag aan onder het jurkje. Ik ga nu even verder kijken wat ik nog meer heb in mijn kast. Dinar, laat me met rust. Ik wil mijn hakken uitproberen. Even kijken. Auw, niet doen, niet doen, niet doen. Even kijken, ik wil jullie laten zien. Oh, hoe mijn jurk stond met de hakken. Ik weet niet of jullie echt het heel goed zien samen. Maar dit is het. Gewoon nude, I love it. En dan ga ik... hij slang me echt af, hè. Ik was ook 5 kilo ben afgevallen. Als iemand aan mij vraagt vandaag of ik ben afgevallen, zeg ik gewoon ja. Inmiddels is Nessie al thuis en heb ik mijn make-up even bijgewerkt en heb ik mijn outfit aan. Ik zit nu in de auto met Nessie en wij gaan nu voor onderweg, om nu nog wel even dat we aankomen, gaan we even snel sushi halen. We hebben echt heel lang niet gegeten en ik heb er ook echt heel erg veel zin in. Dus ik heb net een bestelling gedaan aan de telefoon en we gaan nu echt een nood oplossen. Ja, echt. We hadden geen andere oplossing en we hadden eigenlijk ook geen tijd om onderweg nog echt te gaan eten. Dus dit is gewoon echt eten voor in de auto. Nou, dit is onze sushi. We hebben net een loempje op. En we gaan zo eten. We hebben lekker met zalm, met komkommer, spicy tuna, Philadelphia roll en ik weet niet wat het is, maar zo ook volgens mij met tonijn. We gaan nu een film kijken van 50 Cent. Hoe heet de film, Nessie? Get Rich or Die Trying. Hey. I want your hair, boy. You know why. I want your hair, boy. Wij zijn inmiddels weer onderweg naar huis. Het was echt super gezellig, maar het is weer echt super laat geworden. En we hebben net zijn nichtje naar huis gebracht en nu zijn we weer zelf onderweg naar huis. En ze hebben echt een
heel veel lampje aangedaan nu. Echt irritant. Ik ga even de vlog nu afsluiten en ik zie het ook.